Hi, het is Tim hier en in deze video wil ik het met je hebben over hoe verliefdheid werkt bij mannen. Waarom is het belangrijk dat je weet hoe dat werkt? Simpelweg omdat als je snapt hoe het proces werkt, dat je ook weet waar je staat met een man. Dat je veel zekerder voelt, dat je beter kan begrijpen. En daarnaast geloof ik ook heel erg in, is dat als je begrijpt waarom een man iets doet, dat je dan vaak ook weet wat het juiste is om te doen zelf in die situatie. Als een man verliefd wordt op een vrouw, gaat hij een proces van 4 stappen door. En de eerste stap waar die man inkomt, is aantrekkingskracht. Aantrekkingskracht is bij mannen altijd nummer 1. Als ze dat niet voelen voor een vrouw, dan zullen eigenlijk nooit verliefde gevoelens komen. En dit is best wel grappig, want ik hoor best wel vaak van vrouwen die zeggen, en waarom wil een man zo snel seks? En waarom kan een man zo makkelijk met iedereen naar bed gaan? Dat is simpelweg omdat het voor de man de eerste stap is. De tweede stap is voor een man waardering. En dat is dus het grappige ding, want bij vrouwen zie je het dus precies andersom. Waarbij je eerst een man moet waarderen en dan komt vaak pas de aantrekkingskracht. En daardoor zal je zien dat er vaak bij een man veel sneller eigenlijk seks met iemand wil hebben, omdat de fysieke aantrekkingskracht voor hem altijd op de eerste plaats komt. Nou, daarna komt dan de stap waardering. Dat wil zeggen, hij leert je kennen en hij denkt, goh, ze is niet alleen aantrekkelijk, maar daarnaast is ze ook nog leuk, slim, zorgzaam, lief en al die andere dingen die jij natuurlijk ongetwijfeld bent. En hij gaat je eigenlijk dan pas evalueren nadat je door de fysieke keuring heen bent gekomen. Dan pas gaat hij eigenlijk evalueren wie je bent als persoon. Mannen en relaties zijn eigenlijk net zo zoals dat andere mensen zelf een dating site. Ze kijken eerst naar de foto en dan lezen ze pas wie het eigenlijk is. Nou, zo doen mannen het ook daadwerkelijk in de praktijk. En dan de derde stap komt, is als ze je waarderen en je aantrekkelijk vinden, dan bij de derde stap komt het stapje jaloezie. Op het moment dat zij jou zo leuk gaan vinden dat ze eigenlijk niet meer willen dat andere mannen bij jou in de buurt komen, dan voor het eerst is het eigenlijk het eerste moment waarop een man zich af gaat vragen van, hey, misschien vind ik haar wel echt leuk. Hey, misschien waardeer ik haar ook wel echt. Dus je ziet ook heel vaak dat als vrouwen in een situatie zitten waar mannen ze constant voor seks gebruiken, is dat simpelweg omdat zij die man dan al leuk vinden en dan eigenlijk die man het gevoel geven dat zij volledig voor hem gaat, dat hij haar volledige aandacht krijgt en dat die man totaal niet bang hoeft te zijn om haar te verliezen. Wat ze daarmee doen is, daarmee verstoor je een soort van dat natuurlijke proces waarbij je steeds leuker gaat vinden, waarbij hij verliefd op je gaat worden. En de vierde stap en de laatste stap is, en ik vind het altijd zo'n lelijk woord als ik dit moet zeggen, maar dat is bezittingsdrang. Een oerinstinct van een man is, hij wil jou bezitten, hij wil jou hebben, hij wil jou van hem maken. Een vrouw wil vaak een relatie aangaan uit de behoefte aan zekerheid en uit veiligheid. En een man wil graag een relatie uitgaan uit de behoefte van bezittingsdrang. Daarom vindt een man het zo leuk als je samen met hem bent, om met je te pronken. Daarom vindt een man het zo leuk om, zeg maar, als hij samen met jou op pad is, je aan de hele wereld te laten zien. Simpelweg omdat hij op een heel kinderlijk klein niveau een soort van bezittingsdrang voelt naar jou. Daarom zie je ook dat jaloezie altijd eerst komt en dan denkt hij, nee, ze mag alleen van mij zijn. En dat is het punt waarop hij echt verliefd is en waarop hij ook echt 100% voor de relatie wil gaan. Omdat hij eigenlijk niets liever wil dan alleen bij jou zijn. Nou, dit is eigenlijk in kort hoe verliefdheid werkt bij mannen. Als je een klein geheim wil weten om hem meteen verliefd op je te maken, klik dan even hier en meld je aan. Dan stuur ik je namelijk het nummer 1 geheim toe om mannen helemaal gek en geobsedeerd met je te maken. Dus klik hier, meld je aan en dan zie ik je in de volgende video.